Bowser Jr. die komt ze. Oh, Matthijs! Hoe groot is hij nu? What up YouTube, super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. Mijn naam is Rick en we zijn zo'n beetje aan het einde gekomen van nieuw Super Mario Bros. U Deluxe. We zijn bij de laatste paar werelden, we zijn in Peach, haar kasteel. En dit is de level Vulkanische Vloed. Ja, ik moet zeggen, vorige level, die was wel even een partijtje lastig, jongen. Die was vervelend en moeilijk en het lukte niet, maar ik hoop dat dit beter gaat. Kijk, we kunnen in ieder geval zo naar boven. Hier is een muntje. Ik denk dat wij die wel kunnen pakken, dacht ik. Gaan we dit redden? Jazeker! Ja, dat doen we goed! Dat doen we goed! Het is alleen te hopen dat we nu ook gewoon lekker blijven gaan tijdens het hele level. Anders heeft het allemaal natuurlijk nog niet zo heel veel zin. Wat is hier beneden, jongens? Is hier überhaupt iets? Is er niks? Dat kan ik me niet voorstellen dat daar niks is. Wat raar is dat? Dat snap ik niet helemaal. Oké, let's go. Hier naartoe. Snel naar boven. Of moet ik deze meenemen daar naartoe? Alleen lukt dat nu niet meer, want ik ben nu te laat. Dat is jammer. Maakt niet uit. Oké, ster. Dat is lekker. Dat is helemaal top. Ik weet alleen niet of ik met mijn ster ook in de lava kan. Ik heb zo'n vermoeden van niet. Nee. Ik dacht ik probeer het gewoon, maar dat gaat niet. Het is best raar. Ik dacht dat de ster een soort van super almighty power was. Maar dat geldt niet voor lava. Oké, okay, we zijn eruit. Top. Nu op zijn hoofd. Ja, en dan... Ploep. En dan... Oh, dit zijn muntjes. Aha. Let's go. En even wachten hier zo. We kunnen deze wel even verslaan. Door gewoon... Koepa op zijn bakkers te gooien. Dat is super chill. Oké, okay, dit is wel lekker. Kunnen we hier wachten? Of, nou ja, ik spring wel een stukje door. Ook goed. Ik heb wel het gevoel dat ik een muntje aan het missen ben. Zou die hier beneden een muntje zitten? Ik zie geen muntje. Ja, ik zie daar wel een muntje. Dan moet je echt heel hard rennen, denk ik. Ik pak in ieder geval even daar. Dat checkpoint. En dan gaan we het gewoon proberen. Kunnen we hierop? Ja, we kunnen hierop. Dan moeten we eigenlijk nu gaan rennen. Redden we dit? Redden we dit? Oh my gosh. Nee, we redden dit denk ik niet. Nee! Oh, we moesten er overheen springen. Oké, okay, we gaan het nog een keer proberen. Nu weten we in ieder geval hoe het moet. Aanloopje nemen en gaan. Ja, over dit hobbeltje. Over dit hobbeltje. Lekker! Ja, we kunnen nu hierop, op zijn hoofd. Moeten we even wachten. Moeten we denk ik nu springen. En dan hebben we een paddenstoel erbij. Lekker, lekker! Gedaan. We kunnen hier naar beneden. Oh, we moeten zelfs hier naar beneden, want we moeten die andere omhoog zien te krijgen. En dan kunnen we dus in één keer hier doorspringen. Lekker. Oké, okay, cool. Dit werkt dus op die manier. Oké. Okay. Ik ga gewoon lekker door. En hier, ja. Ik weet niet wat het gebeurt als ik inderdaad dit schroefje indruk. Ja, oké, 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 oké. Ja, top. Ik ben tevreden. We moeten hiermee naar boven. Moeten we hem langzaam zo laten gaan. Oh, oké. Okay. En dan in één keer door. Ja, lekker. Ik zou hierop kunnen springen. En dan... Ja! Nice! Hoppa! Ik heb wel een muntje weer gemist, volgens mij. Tenzij het muntje hier nog gaat komen. Potverdorie! Heb ik weer een muntje gemist. Maar we hebben wel het level uitgespeeld. Dat ging op zich wel lekker. Alleen jammer, ik wil altijd die muntjes pakken. Alright. Volgende level. Let's go. Dan staan we voor de deur. Van Peach. De laatste lava lift. Alright. Die Goomba die denkt, ik hou het voor gezien. Ik heb geen zin meer in dit level. Oh, dit lava gaat automatisch omhoog. Oké, okay, dan moeten we dus soort van snel zijn, denk ik. Let's go. Als we hier opstaan. Oké, okay, ik kan sturen. Oké, we moeten hier alleen opstaan. Er mogen geen muntjes op. Oké, okay. Er mogen geen muntjes en andere vijanden op. Dan laat ik dat muntje lekker lopen. Dan hoop ik dat we inderdaad ook geen last hebben van Goomba's. Dit muntje hebben we wel last van, dus die pak ik gewoon. Oké, okay, we hebben ook last van Goomba's nu. Stop, Goomba's. Wegwezen. Wegwezen. Laat mij gewoon. Ja, top. Ja, ja. Nee. Nee. Let's go. Let's go. Zeg ik toch. We hebben last. We hebben last van die lava. Laat mij even met rust. Dit gaat prima. Dit stukje gaat goed. Hier ben ik. Oh, gosh. Oh. Oké, laat die munt maar even lekker zitten. Daar kan ik niks mee. Ik moet wel eventjes deze gaan pakken. En snel naar boven. Snel, 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 snel. Anders komen we vast te zitten. Anders komen we heel erg vast te zitten. Ik weet niet wat daar gebeurde. Daar gebeurde iets. Ik weet niet wat. Maar oké. Oké, we moeten nu zo sturen dat we die bommetjes, dat we daar geen last van hebben. Oh, dit is lekker gedaan. Al zeg ik het zelf. Dit is prima gedaan. Ik had daar dat peetje moeten pakken voor dat tweede muntje daar. Nu hebben we last van bommetjes.
dat maakt op zich niet zoveel uit, want ik heb een ijsbloem. En die ijsbloem is eigenlijk wel super relaxed. Daarmee kan ik gewoon tegenstanders bevriezen en in één keer alles voor een platform afgooien. Dus daar ben ik wel blij mee. Oké, hoe gaan we dit doen? Dit gaan we gewoon zo doen. Dit doen we gewoon zo. Lekker hoor. Lekker, Toadette. Lekker, lekker, lekker. Ja. Oké. Ja. Oh, ja. Oké. Ik wil die niet. Ik wil die helemaal niet. Ik moet hem pakken. Oh, wat naar. Ik moest die power-up pakken, anders ging mijn lift niet verder. Oh, ik had dat nooit moeten doen, die 8 dingen. Die 8 rode muntjes. Had ik nooit moeten doen. Maar goed, maakt niet uit. We gaan gewoon vrolijk door. Dit is goed gedaan. Ja, oké. We zijn er, hè. We zijn er helemaal. Lekker! Hoppa! Oké, wat gaat hier gebeuren? Oh, ik had via zijn hoofd. Maar ik heb natuurlijk Pichet. Dus ik kan sowieso in de top van de toren. En ik heb geen één muntje gepakt. En dit level ging best wel soepel eigenlijk. Oh gosh. Zijn we er nu zo'n beetje? Of nog steeds niet? Het zou zomaar kunnen dat we er zijn. De grote finale! Ja, dit is zo'n beetje het laatste level. Dit is niet zo'n beetje het laatste level. Dit moet gewoon het laatste level zijn. Ah, en we gaan het doen. Hopelijk. Met Pichet. Daar is hij weer, jongen. Bowser Jr. Wat is je plan, vriend? Wat is je plan? Wat ga je doen? Jij gaat sowieso heel erg vervelend doen. Ik ga gewoon hierop staan. Dan kan ik... Ja, precies. Dit is helemaal top. Ik moet gewoon op andere plateautjes gaan staan. Wat doet hij? Hou eens op. Dat is niet zo vervelend. Waar ga je nu? Hier? Oké, hij kan mij niet slopen, volgens mij. Ik kan wel even dat muntje pakken. Dat is top. Ik kan hem ook niet slopen, trouwens. We kunnen elkaar niet zo heel veel doen, volgens mij. Dit is op zich wel relaxed. Ik ben hier op zich wel tevreden mee met wat hij allemaal doet. Oké, deze kan hij laten verdwijnen. Kan je naar hier komen anders? Hey, vriend, als jij naar hier komt. Bowser, Junior, dan kan ik zo even die munt pakken, wou ik zeggen. Ja, ik kan sowieso die munt... Nee! Waarom sprong je naar de zijkant? Ik zal je krijgen, vriend. Ik zal je krijgen. Kan ik anders zelf dit kapot maken? Nee, ik kan het niet zelf kapot maken. En nu kan ik er niet meer bij. Ah, ik kan er niet meer bij. Hij kan dit nu ook niet meer kapot maken namelijk. Oké, dan gaan we maar gewoon verder. Dat is wel jammer. We gaan gewoon door. Kijken waar hij nu naartoe gaat. Ja, hij gaat sowieso bij mij, jongen. Freaking Bowser Jr. Je hoort dat geluidje, hè? Oké, dit ging net goed. Oké, we kunnen gewoon hier naartoe. Nice. Ging op zich redelijk soepel. Checkpoint. En gaan we nu naar Bowser? Gaan we nu naar de Big Man Bowser? Dit lijkt er wel op, jongens. Oh, snap. Hoorden jullie het muziekje? Ja. Ja. Dit is classic, jongen. Dit is van de vroegere Mario games. Toen was het ook zo. Super dope. En ik moet nu achter hem zien te komen. Ik denk dat hij op een gegeven moment hoog gaat springen of zo. Ik kan hem soort van half bevriezen. Dat is op zich wel nice. Dan kan hij niet zijn vuur spelen, blijkbaar. Misschien nu wel. Dit lijkt me gevaarlijk. Kijk, dit op zich is het wel relaxed dat ik gewoon ijs kan spugen. Of kan schieten. Nu gaat hij springen. Nu moet ik achter hem komen. Bam! Hoppa! Zo doen we dat. Doei doei! Daar ging die, jongen. Daar ging die. Zo doen we dat. Geen probleem. In één keer. Bam! Lekker, man. Nou, gaan we even Peach ophalen. Dacht ik. Oh, Kamek is er nog. Kamek, jij gaat Bowser resurrecten, hè? Ja, jongen. Jij gaat iets met Bowser doen, jongen. Sowieso zijn we nog niet klaar. Kijk, daar is Peach. Daarachter is Peach. Helemaal verdrietig. No! Peach, ik ben hier. Kom. Kom. Toadette komt je helpen. Oh, nee. Ja, ik dacht het al, jongen. Ik dacht het al. Het is niet zo simpel. Oh, daar is Bowser Jr. Bowser Jr. die komt zo... Wat? Hij is... Hoe groot is hij nu? Dit is niet normaal. Oké, wel chill dat we deze power-up hebben. Daarmee kunnen we in ieder geval zijn... een soort van wapentje uitschakelen. Hoppa. Oh. Oh, snap. Oh, dit is nice. Kan ik nu... Oh, snap. Oké. Met behulp van Bowser Jr. ga ik dit fixen. Oh, snap. En terug. Lekker.
Lekker. Blijf rennen, denk ik. Blijf rennen. Heel goed, heel goed. Heel goed. Lekker. Goed gedaan. Oké, nu moet ik oppassen, denk ik, voor al dat vuur wat hij in de lucht gooit. Dat komt sowieso op mij neer. Oké, dit is top, dit is top. Ja, lekker. Heel goed. Ik ben echt blij dat ik die ijspower-up heb, joh. Die is echt top. Die bommetjes moet ik wel even vooruit kijken. Oké, dit is top. Lekker. Ja, 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 ja. Hoppakee. Nummertje 2. Bovenop je bakkes, vriend. Bovenop je bakkes, Bowser. Rennen. Dat scheelde helemaal niks. Dat scheelde helemaal niks. Oké, bij de volgende keer dat hij omhoog gaat, ga ik er onderdoor. Of niet? Oh, nee. Oké. Hij vindt het genoeg geweest. Wat ga je nu doen? Je gaat weer je vuur omhoog schieten, zodat hij op me neer komt dalen. Alright. Het is nu alleen meer. Het is nu meer. Ja, het is duidelijk meer. Hij is boos. Hij is boos. Maar ik vind het oké nog. Ik vind het oké. Bowser Jr. gaat weer even zijn bommetjes gooien. Helemaal goed. Helemaal goed. Bowser Jr. Ja? Oké. Ja. Hopelijk gaat het goed komen. Geduld, geduld. En nu op zijn bakkes. Bam! Op je hoofd, Bowser. Op je dikke bolle hoofd. Lekker hoor. Is dit het? Of komt hij nog een keer terug? Nee, jongen. Het is nu helemaal klaar. Lekker, Bowser. Lekker, Toadette. En wat is Bowser Jr. nu aan het doen dan? Die staat hier nog te chillen. Lekker. Zo doen we dit. Nice hoor. Ja, en oh, jij gaat je vader achterna. Hij springt gewoon Bowser achterna. Lekker gedaan, Toadette. Ga maar naar Princess Peach toe. Daar zijn we. Thank you. Oh, het is wel heel erg roze gehaald hier. Vrouwelijk spelletje is dit, jongen. Oh, we krijgen een kusje. Wat schattig. Nabbit liep daar nog achter. Ik zag Nabbit wel, helemaal rechts achterin. Ik zag hem wel. En zo gaat hopelijk al die wolk, die paarse wolk, die verdwijnt weer. Ja. Ook Bowser Jr. gaat toch nog maar mee op het kapotte schip. En ze laten Bowser gewoon lekker achter. Ze laten Bowser gewoon achter. Hey Bowser, pak ze hoor. Pak ze hoor, dat pik je toch niet? Dat pik je niet toch? Lekker Bowser. Bowser denkt, ja dag, ga gewoon mee. Maar Bowser is wel een beetje te zwaar. Boom! En dan gaat hij weg met het dingetje van Bowser Jr. En iedereen gaat met hem mee. Wendy, Lemmy, iedereen gaat met hem mee. Nice. En zo is de vrede weer teruggekeerd in Mushroom Kingdom. Dat hebben we gewoon even gefixt. Kablam! Lekker hoor! Dit is het einde van New Super Mario Bros. Deluxe. Lekker op tijd denk ik, of net te laat. Ik weet niet precies wanneer deze video online komt, maar wij gaan natuurlijk Yoshi's Crafted World spelen. De volgende superleuke game van Nintendo met Yoshi in de hoofdrol. Doe even een blauw duimpje omhoog als je al die Mario games en Pokémon video's tof vindt. Abonneer dan ook zeker even op mijn kanaal. En wil je mijn live zien gamen, volg me op twitch.tv/rickatchu. Dan zie ik je daar, of gewoon bij de volgende video. Mazzel!